Wat is dat? Is dat het condoleance register? Een soort van, ja. Mensen echt voor de afscheid van Henk of zo, want ik heb geen idee wie het zijn, maar ze gaan wel zitten daar. Het is een familie. Ik dacht niet dat Henk was namelijk. Christian, de laatste keer. Ja, ik weet het. Ik stond op en ik had een heel raar gevoel. En de rest is de laatste keer, hoe voelt het? Wat gaat er door jou? Ik moet zeggen, het hele besef is er nog niet eigenlijk. Nee. En de hangvraag, ben je fit? Ik ben zo fit als het kan. Oké. Zo fit als het kan. Dus gisteravond is het wel redelijk laat geworden, maar ja. Even eromheen. Ja. Misschien kun je je vader ook even. Uw zoon is nooit een groot voetballer geweest. Hoe laat spelen jullie nou? 3:30 toch? 3:30. Daar zitten de supporters bij de betonblokken. Ja, ja. En dan wordt hier gejuicht door deze. Ben je wel filmen? Ja. Oké. Okay. Kun je misschien een vraag stellen aan de vader van. Trots? Kom jij maar met mij mee? Bas! Waarom? Wat? Uw zoon, afscheidswedstrijd? Is toch ja. Een groot iets? Ja, maar hij is al jarenlang geplaatst. Ja, dus u vindt het wel een verstandig besluit dat hij stopt? Nou, had hij al lang moeten doen. Goed, u ging hier vaak kijken? Soms. Ik heb meer kinderen. Mooie voetballer of niet? Ja, een goede verdediger. En het mooiste van hem is, hij is links en rechts. Tweebenig. Ja. Dus we nemen wel afscheid van een goede voetballer vandaag. Vind ik wel. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Veel plezier tijdens de wedstrijd. Ik weet niet waar ik kleedkamer is. Eddie! Ja? Waar moet hij heen? Kleedkamer 9. Oh. Kleedkamer 9. Zal je altijd zien. Zit een filmpje op? Ja. Okay. We gaan nu naar de kleedkamer met Henk. Heftig. Voor de laatste keer, boys. Och, jongens. Geweldige foto. Geweldig. Kijk maar even in je kleedkamer, jongen. Je eigen kleedkamer. Wow. Jullie hebben dit gewoon... Meen je dit? Ik heb hier serieus over nagedacht, hè? Over een fucking shirt door tweeën. En wij hebben het gerealiseerd. Kerel, hoe vet is dit? Ja, echt vet. En? En mijn fucking slaatje. Ja, in mijn pizzakje. In mijn pizza. En een energy drankje. Ja. Kerel, deze... De wedstrijd kan nu al een stuk. Kleed jij even rustig om, dan komen we je zo halen. Je mag niet eerder het veld op als dat wij jou. Hè? Ja, maar ik moet ook de muziek doen dan. Kees, help hem even. Ja. Jawel Henk, het gebeurt allemaal echt. Rug nummer 7. Hij kan niet harder. Daar heb je al die dagen. Ja. En nog meer speciale verrassingen. Bloed, zweet en tranen! Mooi jongen. Zat jij niet in L.E. of dat? Ja, dat is wel. Lekker zien! We gaan bij Leon. Mag gebruik voor de kaas. Voor de kaas. Jambaar jongen. Jij mag kaas maar niet scoren vandaag. Nee. Goed aan, Paul, of niet?
Lek baas, jongen. Zo goed. Die hou je van. Henk. Heb je zin in, mee? Ja, lekker. Schat. Hey, kid. Hey, man. Gozer. Oh, leuk gisteren. Ja. Goeie shit. Ja, ja, ja. Hey, man. Ah, lekker. Hoi. Hey. 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 Hey, man. Lekker stil van hem hier. Lekker shirtje, hè? Hé, hey, man. Kom maar. Henkie. Henkie. Jongens, toch. Maar de vraag is, bij wie ben ik in godsnaam? Ja, we hebben getost, maar niemand wil je hebben. Ach, ja. En het wisselt in het team, hè? Altijd in balbezit. Heb je geluid op de camera? Ja. Ah, oké. Okay. Ja, mooi! Het is maar goed dat je stopt, Henk. Ja! Ja, daar gaan we! Oké. Okay. Jammer, Jammer, verdomme! Henk! 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 Zo'n wedstrijd? Ja, dat was zo'n wedstrijd. Omdat jij voor altijd onze baas bent. Oh, vet shit. Onze baas. Heel erg mooi, jongen. Ja? Ja. Lieve van Henk. Zo'n wedstrijd. Ik ga zo huilen, jongen. Ja. Nu gaat hij weer! Ja! Kijk, Mulder is vrij, hè? Ja, Jan, dat gaat. Jan, maar vrij! Ja, Jan! Jan, Bart! Ik ga er door, Henk. Hé, kom, hé! Kom, Bart! Kom, Bart! Kom, Henk, hoe voel je? Ik voel me goed! Kerel, maar waarom doe jij het gewoon niet? Ja, ik ben nog te geblesseerd. Echt wat? Ik ben de volgende die deze krijgt. We gaan even naar Eddie Wienk, oud trainer van Christian Mulder. Eddie! Hey! Eddie! Goedendag. Jij bent de oud trainer van Christian. Ja, nou, ik heb hem eigenlijk nooit helemaal op mijn eigen hoede gehad, maar hij deed vaak met ons mee vanuit zijn eigen elftal EZ3. En het was een zeer verdienstelijk gastspeler bij destijds zondag 2 nog, toen we de titel pakten. Een van de beste momenten die ik mij van Christian kan herinneren is dat ik hem destijds linksback opstelde in de uitwedstrijd bij Aldenia. En dat ik hem in de eerste minuut direct rechtsbuiten de slalom zag maken op de achterlijn. En in de verre hoek zag binnenschieten en zonder shirtje langs de kantine van Aldenia zag rennen om zijn gram te halen. Zoals jullie weten is Christian destijds weggestuurd bij Aldenia, wegens slechte prestaties. En wij waren eigenlijk een warm bad voor hem vanaf minuut 1. Bij ons heeft hij geëxceleerd, heeft hij kampioenschappen gepakt. En denk ik dat we gewoon kunnen terugkijken op een fantastische carrière. Eddie, dankjewel voor deze geweldige bijdrage en geniet van de wedstrijd. Dank je. We staan hier met, wie ben jij? Daan Laurix, geboren in 1985. Ben je een groot fan van Henk of kom je alleen om te drinken? Nee, dit is een excuus voor mij om Lambertbrouw te kopen hier bij de Albert Heijn. Oké, dat was ik. Ken geen Henk. Je kent geen Henk? Nee. Nooit van gehoord? Nee. Oké, okay, wat vreemd. Dus je weet niet of dit om een afscheid is gegaan? Nee. Lekker de winkel op de blokken. Dus jij bent gewoon een beetje een verdwaalde zwerver die ik hier... Ik heb nog een peukje nodig. Oké. Okay. Nou, dan gaan we maar op zoek naar iemand die Henk wel kent. Oké. Okay. Maar bedankt toch. Hey, hoe heet je? Wat is je naam? Christijnen. Wat is jouw relatie met baas Henk? Ja, ik kan hem alleen gewoon drinken. Zag je nu Henk voor het eerst voetballen laatst? Ja, het is wel te hopen. Ja. Ik kom hier eigenlijk voor het bier. Oké. Okay. Bier en bier sporten met Bart. Het is wel twee al vandaag. We gaan even naar de correlatie design. Of causatie. Ja. Ga genieten van de wedstrijd. Hey. Hey, Coco. Hallo. Hey, mooie man. Lennart. Coco. Afscheidswedstrijd baas Henk. Geweldig. Geweldig? Ja, in één woord geweldig. Het is me gegund. Prachtige carrière. Ook een heupenlende, maar als je die twee dingen samenneemt, heeft hij toch een schitterende carrière gehad. En
hij verdient dit. Want jij bent gewoon bij ESA? Eldenia. Eldenia ook nog? Eldenia E5. Eldenia D6 volgens mij. En toen weer bij ESA aan de A. En toen nog een paar jaar bij de senioren. Ja, op, ja. In de rug gedekt of dekt hij jou niet? Wij dekten elkaar onder de douche in de rug. Jawel. Okay. We zijn samen kampioen geworden, we hebben samen gelachen, gehuild, ook al zie je hem nooit huilen. Vandaag zal het ook niet zo zijn, ben ik wel. Maar het is een binnenvetter, maar het doet hem heel veel, dat weet ik zeker. Ja. Jij bent ook een goede vriend van hem, hè? Ook buiten het vrienden. Ja. Nee joh! Misschien nog, heb je nog een anekdote die in zo opkomt, is dat een beetje moeilijk. Dat wordt meteen heel viezig. Nee! Ja, mag ik hier nog even over nadenken? Tuurlijk, we komen gewoon nog een terug. Dan kom ik met een schitterende anekdote en die kun je dan aan het eind van de film kun je die plakken. Misschien in het bonusmateriaal. Dus kijk maar, ik kom erop terug. Dankjewel. Dankjewel Lennart van Oorschot. Goed zo, blijven! Wat is het verhaal achter dit doek? Weet ik ook niet. Ik denk dat het is een appeltaart is. Van PES. Ja? Is van PES, ja. Voor het idee een klein slokje. Boris Buchten, coach van Henk. Hij is gestopt. Ja, een zwarte dag. Is dat een zwarte dag voor je team? Ja, voor de hele voetballerij denk ik wel. Toch een kritische noot. Jij hebt hem aangetrokken. Het blijkt wel een miskoop te zijn qua fysiek. Wie heeft die medische keuring gedaan? Ja, die medische keuring die hebben we achterwege gelaten. Dus ja, het is algemeen bekend dat die jongen niet beschikt over de... Over de beste ledematen, spieren, pezen. Nou, de hersenen, het was een risico sowieso. Het was een risico sowieso, ja, dus, maar dat namen we op de koop toe. En ja, die jongen is ook heel goed voor een kopje koffie, hè, met de spelers. Een jongen in de kleedkamer. Dat is ook een assistent, begrijp ik, of niet? En een toplul. Een toplul? Ja, en een toplul. De kraan. Kraantje papi. En hij heeft die laatst ook gekiept? Ja, dat ging ook goed. En hij heeft één kans gehad dit seizoen met een penalty en die maakt hij. Die maakt hij. Een goede penalty. Een beslissend moment om de wedstrijd Spero uit. Dus hij heeft toch nog een punt opgeleverd? Ja, ja, zeker ook vooral buiten het veld. Ik denk als je zo rondvraagt dat iedereen zeer over hem te spreken is. Naast een goede voetballer is dat ook een maakbaar moment? Ja, dat weet hij heel goed te acteren. Heb je misschien tot slot nog tot de camera richten en een afscheidswoord voor baas Henk? Ik ga je nog veel zien, maar op de voetbalvelden ga ik je onnavolgbare bewegingen missen. Maar daarbuiten ga ik je vaak zien. Kusje. Misschien de slotvraag, kan je blijft die behouden voor de club? Of? Ja, die jongen die is die kortstondige relatie vergroeid met deze club. Hij heeft een blauw-wit hart onder mij. Dat is een godsvoerde cliché tegen hem gegooid. Mooi. Boris Buchten, hartstikke bedankt voor dit interview. En veel plezier. Duidelijke pingel! 100% pingel! Ja, het gaat goed, maar vier! Je hebt hier een bovenste paal, dat was jammer, hè? Heb je een paar hoogstandjes gezien, hè? Ja, weet je wel, dus als dit je laatste wedstrijd is, dan moet je er maar wat van maken. Dan moet je gewoon die acties durven te maken. Is het ook je beste wedstrijd, of niet? Tot! Op heden is het een hele goede pot voor mij, ja. Ja. Hé, hey, jongens! Ja, nu, hè? Daniel, hoe gaat het? Grote. Hoe lang heb je niet gekiept? 3 jaar. 3 jaar niet? En nu speciaal voor baas Henk de handschoenen weer aangetrokken. Precies, ja, kan niet anders toch? Mooi mens? Mooi mens. Goeie voetballer? Goeie voetballer. Nog een mooie anekdote? Boodschap? Een boodschap? Baas Henk, succes in de toekomst. En blijf zo verder gaan. Oké, klasse. Dankjewel. Fijne wedstrijd. Dank je. Allemaal goed naar beneden. Oké. Leg even mijn. Ja, dit is jouw natte droom. Oké, jongens, hier hoeven we niet te verliezen. Dubbele cijfers. Dubbele cijfers. Het gaat niet hard genoeg, denk ik. Dit is de bal. Waar moet hij in? In de goal! En hoe graag willen we dat? Heel erg graag! Hoe graag? Heel erg graag! Heel erg graag! Kut, wat heb ik nou een kopje gedaan? Nieuwe afstelling, die zaten er best op. Een wave. Hey jongens, een wave. Nou, de sfeer zit er echt goed in. Ja! Ja!
Henk, ben je nou echt die eikel die... Bas, net is niet gefilmd, toch? Niet op de lijn blijven, hè? Als ik deze ook mis, dan ga ik... Dan moet je gewoon naar huis gaan. Oh, Henk! De reetje aan je hart ligt. Henk! Henk, stop maar gewoon. Ga maar gewoon weg. Dit is nooit gebeurd, toch? Voor baas Henk? Ja, tuurlijk. Moet ook erbij zijn, toch? Ja. Waar ken je baas Henk van? Van het voetballen en mijn... Ja, sorry, zijn frituurpan. Frituur? Ja, klopt. Ik heb hem 1 jaar in beslag genomen. Een frituur van baas Henk? Ja, klopt, okay. Klopt. Ik wou een beetje acclimatiseren, dus... Ja. Ik wou het een beetje lenen, voelen hoe het elke dag is om gewoon zelf te koken. Juist. Sheldon, je moet er nog in, je moet de publiek staan. Wat is je favoriete snack? Tot slot? Sorry, geen commentaar. Geen commentaar.